moest ik een koe zijn, dan zou ik wel weten waar ik wil grazen. Namelijk hier in Berwickshire in Schotland. En dat vindt Rick Malfay ook. Rick is een trouwe lezer van ons De Leize magazine. En hij vraagt zich af waarom het Schotse rundvlees tot een van de beste ter wereld behoort. En tot ons gamma Beef of Europe. Hier op de boerderij van Jim Orr worden de koeien al 3 generaties lang met het grootste respect grootgebracht. De dieren leven in alle vrijheid op maar liefst 330 hectare grasland. De Schotse weersomstandigheden zorgen voor uitzonderlijk mals gras. Ze kunnen ook schuilen in de grote open schuren waar ze 100% natuurlijke voeding krijgen, bestaande uit aardappelen en zelfgekweekte granen. Een traditioneel recept dat doorheen de jaren nog verbeterd werd. De specifieke kruising van de robuuste Simmentaler en de Schotse Angus geven het vlees die authentieke textuur en smaak. Een hoop tradities waar ze geen millimeter van afwijken, zodat ze blijven voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen. Rick die vindt het heel fijn om voor zijn vrienden te koken. En Schotland inspireerde hem om een hele lekkere entrecote te maken met een sausje van groene peper op basis van natuurlijk Schotse whisky. Vind zijn receptje terug op deleize.be.